We hebben twee soorten snoeischaren: bypass en aanbeeld. Bypass wordt ook wel papegaaibek genoemd. Deze boom hoeft op dit moment niet gesnoeid te worden, maar we kunnen natuurlijk altijd het dode hout eruit halen. Als we het dode hout verwijderen, gebruiken we altijd een aanbeeldschaar. Hoe kan je nou zien of je een dode tak of een levende tak hebt? Je kan een stukje van de bast afschrapen. Is het eronder bruin, we hebben het over een dode tak. Is het eronder groen, dan is het een levende tak. Het dode hout halen we weg met een aanbeeldschaar. Hiermee ben je wat sterker met het knippen. We hebben zojuist dood hout geknipt. Dood hout hebben we dus met de aanbeeldsnoeischaar geknipt. Een aanbeeld, de naam zegt het al, knipt de tak af op het aanbeeld. Hierdoor kan je meer kracht zetten. Hier staan we bij levend hout. Dat kunnen we duidelijk zien. Voor levend hout gebruiken we de bypassnoeischaar. Deze heeft een knippende beweging langs elkaar heen. En kunnen we heel makkelijk de takken knippen.